De Groninger Studentenbond heeft een kieswijzer gelanceerd voor de verkiezingen van de raden van de Rijksuniversiteit en de Hanze Hogeschool. De bond wil met de kieswijzer de aandacht voor de verkiezingen vergroten. Het is een kieswijzer waarin we de student proberen te wijzen op het belang van de medezeggenschapsraadverkiezingen voor de Universiteitsraad en de Hanze Hogeschool Medezeggenschapsraad. Het bestaat beide uit 10 vragen, waarna er na 10 vragen een stemadvies komt. De Groninger Studentenbond is van mening dat de opkomst bij verkiezingen te laag is. Als wij om ons heen kijken, dan blijkt voor ons dat studenten niet genoeg weten waar de verkiezingen over gaan. En of überhaupt weten waar medezeggenschap over gaat en dat er daarom lage opkomstcijfers zijn. De Hanze Hogeschool had vorig jaar een 27% opkomst en de RUG 33%. Ja, dat vinden we aan de lage kant en dat vinden de partijen zelf ook. Dus daarom hebben wij dit jaar besloten om een kieswijzer te gaan maken. De deelnemende partijen van de verkiezingen zijn blij met de lancering van een kieswijzer voor studenten. Zij merken dat veel studenten niet eens weten wat de verschillen tussen de partijen zijn. Ik vind het heel erg goed dat ze dit hebben georganiseerd. We zijn blij met de kieswijzer. Het zijn ook gewoon goede vragen die denk ik goed beantwoorden waar je op moet stemmen. Dus we zijn er blij mee. Ik denk dat wanneer studenten de kieswijzer invullen, zij een beter beeld krijgen over op welke partij ze zouden moeten stemmen. Maar ik denk dat wij ons allen om moeten inzetten om de studenten ervan te informeren dat er op dit moment verkiezingen zijn. Voor beide raden is er een aparte kieswijzer. De kieswijzer is te vinden op de website van de Groninger Studentenbond.